diğer sporcular 10 metre kaçmıştı baktılar. Alexis Contain heeft zijn schaatsen op orde en heeft de vorm ook wel weer te pakken na een paar jaar bij Pieter Muller gereden te hebben, waarin het niet beter werd, waarin deze Contain eigenlijk een beetje op een dood spoor leek te zitten. U ziet het aan het jasje in het voorstelshot. Hij is overgestapt naar een Nederlandse ploeg, de BAM-ploeg. En onder leiding van Jillet Anema heeft Contain in ieder geval de stijgende lijn weer te pakken. En schaatst hij goed dit seizoen. Tegen de Duitse boombeer van een kerel, Moritz Geisreiter. 25 jaar uit Insel, schaatsmekka in Zuid-Duitsland. Eind december wordt Geisreiter 26, net voordat we gaan beginnen aan het Olympisch jaar 2014. Hij is van 30 december 1987 de man in de binnenbaan. Contain is 27 sinds anderhalve maand. De man uit Semalo. Het zou fijn zijn als we tijd in beeld krijgen. Ah, je roept erom en daar is het. Want om alleen 10 kilometer naar een duel te kijken, dat is lastig vergelijken met bijvoorbeeld het schema van Patrick Beckert, die dus 13-18-73 heeft staan. En dat moet bijvoorbeeld door deze Geisreiter toch makkelijk te ver. Beteren zijn 1.08.40 over de eerste 800 meter. Geisreiter heeft 13.09 staan, 13.09.68. Dat reed hij bij het EK, waar hij achtste werd. Daar werd hij vijfde op de 10 kilometer. Kwam dus in de buurt van dat Duits record, 13.08.54. Voorzichtig begin van beide heren, 32-5 en 32-9. Contain was er bij dat EK in Heerenveen vorig seizoen niet bij. Maar is wel de nummer 4 van de Olympische 10 kilometer in Vancouver. De man die nu onderdoor is gekomen in de binnenbaan. Vancouver, daar was Geisreiter niet bij. Niet bij dat Olympisch toernooi. Hij zal er in Sochi normaal gesproken wel bij zijn. Mag je toch vanuit gaan. Want hij is zeker ook op deze 10 kilometer een van de beste Duitsers. Baumgartner is dan Duits kampioen geworden op deze afstand, maar Geisreiter reed de 10 kilometer daar niet op dat Duits kampioenschap. Nu in de 31ers en dat moet ook. Het begin was voorzichtig. Geisreiter werd twee keer tweede op dat Duits kampioenschap. Op zowel de 1500 meter als de 5 kilometer. Twee keer achter Patrick Beckert. En na 2400 meter, u ziet het staan, 1.85 achter op het schema van Beckert. De 31 laag wordt opgezocht. Stefan Knoipel met het rondebord. Helge Jas doet de coaching nu. Ze hebben het omgedraaid.
En ieder die wel eens bij een schaatstraining aanwezig is, waar de Duitse heren hun rondjes afwerken, weten wie Kneupel is. Die hoor je door de hele hal heen met de rondetijden. 3-0, 2-8. Dat kan niet missen. Duitse heren die altijd vooral bezig zijn met de duurtrainingen. Wat wordt de rondetijd die Kneupel dadelijk op het rondebord gaat zetten na 3200 meter? Waar Contain voor ligt, 31-2 voor hem, 31-7 voor Gijsreiter. Dikke halve seconde achter op het schema van Beckett, die dus 13-18-73 neerzette. Het zijn nog geen toptijden. In de Alau Arena in Astana, waar we toch menig baanrecord hebben zien sneuvelen dit weekend. Maar het baanrecord op deze 10 staat wel heel scherp. 12.50.40 van Jorrit Bergsma, die aan het trainen is. Bandploeg voor een groot deel op Tenerife. Contain is dus wel hier. Ploeggenoot van Bergsma, Bob de Vries, heeft al gereden. We zagen hem op de tribune zitten net. 13.07.01 kwam Bob de Vries. Toe op de 10 kilometer B-divisie. En dat is een tijd waar Contain, een schema waar Contain op dit moment nog boven zit. Hij is wel ietsje sneller nu dan Beckett. Contain die 6.11.95 reed in Calgary op de 5 kilometer. Persoonlijk record. 6.12 in Salt Lake. Daar bleef hij dus net verwijderd van zijn persoonlijk record. Dat staat op 13.12.11 op deze 10 kilometer. Dat is de Olympische tijd. De tijd van Richmond. Jillet Anema kijkt geconcentreerd toe. Een lastige kruising daar. Contain had voorrang, maar ze lossen het uiteindelijk goed op. Contain nu 31-3, 31-7 voor Gijsreiter. Contain de ploeggenoot ook van Bob de Jong natuurlijk. Die dus ook op Tenerife zit en voor het eerst in zijn wereldbeker debuut in 1996, dat Bob de Jong een wereldbeker waar hij zich voor had gekwalificeerd, waar hij had mogen rijden, dat hij daarvoor heeft afgezegd. Hij heeft het er moeilijk mee, maar wellicht als de keuze uiteindelijk goed uit blijkt te pakken. Als we straks de Spelen hebben gehad, dan heeft niemand het er meer over natuurlijk dat hij hier niet gereden heeft op de enige 10 kilometer in wereldbekerverband van dit seizoen. Contain ondertussen, de ploeggenoot van De Jong. Lage 31ers. Op weg naar de 5600 meter. Dan zit hij bijna 2 seconden binnen het schema van Beckett. En opnieuw een lage 31er. 31-2. Gijsreiter kan niet mee, gaat niet mee. Kan ook tactiek zijn voorlopig, maar deze rit wordt gemaakt door de 27-jarige Fransman. 6 kilometer zitten er alweer op, weer 31-2. Pakte afgelopen zomer de oude liefde weer op. Het inlineskaten. Reed het EK in Almere bijvoorbeeld. Het tweede op de 15 kilometer afvalkoers. Achter de Italiaan Fabio Francolini.
die we ook kennen uit de marathons. Contain reed ook al marathons. Zoals de openingsmarathon in Amsterdam op de Jaap Edebaan. En nu is hij bezig aan een degelijke 10 kilometer. Weer 31-2 na 6800 meter. 9-0-1-95. Loopt hij ook in op het schema van zijn Frans record. 13-12-11. De tijd waarmee hij in Richmond, de voorstad van Vancouver, op 23 februari 2010 vierde werd op de Olympische 10 kilometer achter Lee Skobrev en Bob de Jong. 31-3 nu, 9-33-25. Nog zo'n 3 seconden boven dat persoonlijk en Frans record. Toen hij dat reed, reed hij in deze fase 32ers en versnelde hij aan het eind, de laatste 4 ronden. 31-4, nu gaat het langzaam iets omhoog. Technisch ziet het er nog steeds goed uit. Tekenen van vermoeidheid worden zichtbaar vooral in het gelaat. 31-3, ietsje naar beneden. 10-36-03. Zit hij nog zo'n 1,5 seconde boven dat Frans record, persoonlijk record. En ook iets boven het schema, zo zagen we aan het vingertje van Jillet Anema. Het zou best kunnen dat deze Contain weg is gegaan op dat schema. Dat schema van Vancouver 2010. 8400 meter. 11.06.50 toen. 11.07.48 nu. Dus dat is nog een seconde verschil. Maar u kijkt, u ziet het vingertje ook van Anema omhoog. Vanaf deze fase in de race ging Contain toen versnellen. Ging die van de 32ers naar 31.6, 31.7... En had hij 2 goede slotronden, 31-2 en 30-9, excuus. Maak het beter dan dat het was. 8800 meter nu, 31-4. Nog 2/10 winst op dat schema van toen. Maar heeft hij nu de versnelling in huis die hij toen ook in zijn Franse benen had? Alexis Contain. Versnelt in ieder geval nog goed uit op weg naar de 9200 meter. 31-7. Dan vrees ik met grote vrezen dat het er niet in gaat zitten. Dan zit hij nog steeds 9/10 van een seconde maar boven dat schema. Maar er volgde dus nu een rondje 31-2 en 30-9 op de Spelen van Vancouver. Van Gijsreiter geen spoor meer in de buitenbaan in dit geval. Daar heeft hij geen druk meer van. 31-6 bij het ingaan van de laatste ronde. Dan verliest hij te veel. Zeker omdat die slotronde in Vancouver toen 30-9 was. Hij heeft het geprobeerd. Hij kwam erbij in de buurt. 13-12-11 zal er niet in zitten, denk ik, voor Contain. Die wel de snelste tijd gaat neerzetten. Maar het Frans record en zijn persoonlijk record blijft staan. 13-14-64 nu. Hij is er tevreden mee. En dat mag hij zijn. Verreweg de snelste. Na 4 ritten op de 10 kilometer. En waar blijft Gijsreiter? Daar is hij. 13-26-52. Daar had ik wat meer van verwacht, zeg. Langzamer
dan Beckett, Swings en Bukku, de Duitser. Twee ritten nog te gaan. Sven Kramer is bezig met de voorbereiding op de laatste rit. Die gaat komen als Cook en Pedersen dadelijk gefinished zijn. Jonathan Cook. Die een persoonlijk record heeft van 13-11-24. Gereden bij het wereldkampioenschap in Calgary in februari 2011. Waar hij vijfde werd. Een jaar na zijn tweede plaats in Heerenveen. Op het WK Allround na de Spelen van Vancouver. Waar hij het Sven Kramer nog lastig maakte. Vuur aan de schenen legde. Tweede werd. Tegen het Noorse talent. 21 jaar jong nog altijd. Sverre Lunde Pedersen. De tweevoudig wereldkampioen bij de junioren. Nou zijn garanties of sterke prestaties uit het verleden zeker geen garantie voor de toekomst. Genoeg toppers bij de junioren die het uiteindelijk bij de senioren niet of net niet redden. Maar Pedersen heeft toch voldoende progressie geboekt. Ook in dit seizoen. De vier afstanden die hij reed in Noord-Amerika leverden hem vier persoonlijke records op. En ook Cook, vooral op de langere afstanden. Goed bezig in zoverre dat hij zichzelf daar verbeterd heeft. Ook zij met 32ers aan het begin van hun 10 kilometer. Zoals we dat meerdere hebben zien doen. Pedersen vorig jaar vierde. Vorig seizoen op zowel het Europees kampioenschap als het wereldkampioenschap allround. Op dat WK in Hamer werd deze Cook 13e. En daarmee was hij de eerste niet-Europeaan in de uitslag. De eerste niet-Europeaan in de uitslag van het WK Allround was deze Cook dus op de 13e plaats. Europees feestje was het vorig seizoen, het Allrounder. Nog altijd in de 32ers. Zowel Cook als Sverre Lunde Pedersen, die een persoonlijk record heeft staan van 13.08.82. Dat reed hij bijna een jaar geleden. Morgen een jaar geleden op deze baan. Hij heeft al een 10 kilometer in zijn benen. Pedersen werd tweede op het Noors kampioenschap. 20 oktober in Hamar. Achter Frederik van der Horst. Die werd daar Noors kampioen in 13.38.85. Pedersen reed 13.40 daar. 13.40.87. Weer naast Cook, die zojuist een rondje 31 noteerde. En Pedersen heeft het antwoord door zijn eerste 31er op de klokken te zetten, 31-8.
Cook is de Amerikaans kampioen op de 5 kilometer. Antwoord nu weer met 31-9. Waar Pedersen weer terug is in de 32. Pedersen won het Noors kampioenschap op de 5 kilometer. Op dat toernooi op die afstand won hij met maar liefst 6 seconden van Bukku. En in deze rit geven ze elkaar in zoverre aardig partij dat het gelijk opgaat. Maar die rondetijden terug in de 32 seconden. Vier kilometer. Hier had Conté 5:22. 5:22:58 om precies te zijn. U ziet het dat Cook en Pedersen daar toch ruim boven zitten op dit moment. Boven het schema van Conté. Geen bedreiging nog voor de Fransman in Nederlandse dienst. Al zijn we nog niet op de helft. Pedersen, die dus in de top 10 staat van het wereldbekerklassement. Nogmaals gezegd, de plekken per land worden verdeeld aan de hand van dat klassement. Daar staat Pedersen voorlopig op de 7e plaats. Na volgende week wordt de balans opgemaakt naar Berlijn. De top 10 uit dat wereldbekerklassement. Maximaal 3 per land. Verdient een startbewijs voor zijn land. En daar komen dan dus de beste 6 tijdsnelste bij. Noorwegen heeft wel sowieso een startbewijs, een startplek vanwege de prestaties van vorig seizoen op die 10 kilometer. Maar goed, dat lijkt dus diezelfde plek te worden van Sverre Lunde Pedersen in die top 10. Het is zeer de vraag of daar nog een tweede Noorse startplaats bij gaat komen. Cook jaagt. Cook is onderdoor teruggekomen. Het grootste verschil zo'n beetje tot nu toe in deze rit. Onderling 31-8. Door die versnelling. Maar wel, u ziet het, meer dan 4,5 seconden langzamer dan Conté was. Op de warme baan. Al een keer gememoreerd. 17, 18 graden warm. En voorlopig weet Pedersen de aanval van Cook niet te pareren. Opnieuw een 31er voor hem. 31-7, 32 rond voor Sverre Lunde Pedersen. Jonathan Cook, de nummer 3 van de WK afstanden op deze afstand bij de WK in Heerenveen. 31-6 nu en 31-3 voor Pedersen. De Jong toen goud in Heerenveen, Bergsma zilver en Cook het brons. 31-6 nu voor hem. En na die snelle ronde van net kan Pedersen dat
voorlopig nog niet doortrekken. Gaat weer omhoog, 31-8. Dus kruist Koek weer voor hem langs. Als je naar de gezichten kijkt, dan is toch ook het afzien begonnen bij deze Jonathan Koek. De 23-jarige Amerikaan van origine afkomstig uit Illinois. 9-39-33. Pedersen nog altijd op aardige achterstand naar 76, 100 meter. 10, 11, 19 zit ook Sven Kramer die aan het inrijden is. Zo blijft de 13-10 toch ook buiten bereik van deze twee. Dan zijn het in deze A-divisie dus geen toptijden vooralsnog. Zoals we dat wel gezien hebben in de B-divisie. Waar Douwe de Vries dus won in 13.05.58. Persoonlijk record. Bob de Vries werd tweede, 13.07. Bovenhuis derde, 13.12.75. Dat zijn nog steeds de drie snelste tijden van de dag. Al kunnen ze er niet opnieuw medailles mee winnen, mocht dat zo blijven. Gaat niet gebeuren, want Kramer komt nog. Maar sneller dan een ieder die gereden heeft in de A-groep. En ook sneller dan Koek en Pedersen rijden op deze 10 kilometer. Rond. Opnieuw een 32er en 32-2. De tijd van Conté blijft ver buiten bereik. De tijd van Beckert zal dat ook zijn. En vader Pedersen kan wijzen wat hij wil naar deze Koek. Maar zijn zoon komt er voorlopig toch niet aan. En legt het af tegen Jonathan Koek, die nog twee rondjes moet. Sverreloende Pedersen ook langzamer dan Bukku was. Toen die doorkwam na 9200 meter. De bel zal een bevrijding zijn. En die bel klinkt voor Jonathan Koek na 12.51.20. Daarmee is hij ietsje sneller. 2/10 dan Bukku was. Die dus uitkwam op 13.24.59. Kip Carpenter geeft nog wat aanwijzingen mee. De oud-sprinter. Aan het adres van Jonathan Koek, die de rit gaat winnen. Maar de snelste tijd van Conté en ook de tweede en derde tijd van Beckett en Swings blijven staan. Het wordt de vierde tijd vooralsnog voor Jonathan Koek. 13.23.54. Pedersen houdt alleen Dobbin en Marco Weber achter zich. Niemand binnen de 13-10. Dat moet dan nu gaan veranderen. En dat zal ook wel gebeuren in de laatste rit. Waar Sven Kramer in actie gaat komen tegen de Olympisch kampioen. Tegen Seung Hoon Lee.
Hier staat hij, de 25-jarige Koreaan die goed begon met de derde plaats in Calgary op de 5 kilometer. 6.07.04. Dik persoonlijk record. Waar Kramer 6.04.46 reed. Een week later in Salt Lake. 6.04.59. Er kwam geen wereldrecord. Hoe velen ook graag wilden. Vooral de volgers, vooral wij. Maar Kramer besloot anders. Het had misschien wel gekund. Maar in dit Olympisch jaar telt maar één ding. En gelijk heeft hij. Het titanenduel. Kramer versus Lee. Wat zit erin vandaag voor Kramer? Zoals al een keer gezegd, het baanrecord van Jorrit Bergsma is erg scherp. 12.50.40. Dat is de zesde tijd ooit gereden. Het is Kramer vooral om te doen. Om zeker te zijn, na deze race al zeker te zijn, van de top 4 in het wereldbekerklassement. Hij gaat niet naar Berlijn, hij gaat trainen. Dat is eigenlijk de omgekeerde route dus als zijn vrouwelijke ploeggenoot Irene Wüst. Kramer en Verweij gaan nu van het ijs. Althans, in wedstrijdverband van het ijs. En dus wil Kramer na vandaag al zeker zijn van een top 4 plaats in het wereldbekerklassement. Zodat hij er ook zeker van is dat hij bij de loting op de Spelen, de loting voor de 10 kilometer, sowieso in de laatste twee ritten terechtkomt. Daar is het hem om te doen. Dat is het doel. 32-1 opent hij mee, nu moet ik zeggen, voor Kramer. Lee in de 31 rijdt. Gooit Lee de knuppel in het hoenderhok. Gaat hij Kramer eens testen. Ongrijpbare Koreaan. ...31-7. Het antwoord van Kramer is 31-5. Onderdoor in de binnenbaan. Lee kan mee. Lee zit er dicht op. Even lekker mee in de slipstream. 12-46-96 was die geweldige 10 kilometer van Kramer bij het Nederlands kampioenschap afstanden. Lee weer iets sneller in de ronde. De tweede tijd ooit op de 10 kilometer. Na de 10 kilometer die Kramer reed op 10 maart 2007 in Salt Lake. 12.41.69. Ook Lee behoort tot de groep rijders die onder de 13 minuten heeft gereden. 12.57.27 reed hij in februari 2011 in Salt Lake. Kramer nu 31 rond. En het verschil nu op de kruising groter dan even geleden. Kramer die bij het WK dus verloor van Jorrit Bergsma op de 10. En hier is het antwoord van Lee. 31-1 om 31-4. Kramer in dit seizoen nog zonder nederlaag. 31 rond nu. Dezelfde situatie als twee ronden geleden. 4.16.87. Kemkes geeft het verschil aan. Geert Kuiper kijkt toe met de stopwatch in de hand. Geeft de rondetijden aan.
En Lee nu weer onderdoor. 3600 meter afgelegd in 4.47.71. 31.0 om 31.6. U ziet dat het verschil met het schema van Conter meevalt. Dat is nog helemaal niet schrikbarend groot. Jouw rondje, hoorden we Kemkes roepen. Kramer gaat nu de binnenbaan weer in. We zitten nog niet naast. Na 4 kilometer. Wel 2/10 sneller in deze ronde. Afgerond naar boven zo'n 3 seconden. Sneller ook dan Conte. Die dus 13.14.64 heeft gereden. Hetzelfde geldt als bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary en Salt Lake. Kramer hoeft helemaal niet op deze 10 kilometer onder de 13 minuten te rijden hier. Hij zal willen winnen van Lee. De 10 kilometer willen winnen. En dan heeft hij voldaan aan zijn missie. Voldaan aan het doel. Missie geslaagd. En daar is hij. En nu al naast en voorbij. Beter dan 2 en 4 ronden geleden. Kijk maar, 30-6. Hupsakee. 6:21.55. Hij vergroot nu in 1 keer het verschil. Lee kan niet meer mee in de slipstream. Daar is het gaatje nu te groot voor op de kruising. Komt door die binnenbocht nog wel weer onderdoor. We zijn over de helft. 31-2 om 31-0. Lee, de nummer 4 van het WK vorig seizoen in Sochi. Natuurlijk met de Koreaanse achtervolgingsploeg. Een van de angstgegners voor Nederland, voor de Spelen, samen met de Amerikanen. Individueel op deze 10 is nu Kramer het verschil langzaam aan het maken. 30-9 om 31-4. 7:23.70. Op weg naar de 6 kilometer. 31-1 om 31-4. En dan kan hij zo wel eens voor Lee langs gaan kruisen. Lee moet voorrang verlenen. En dat gebeurt inderdaad. In prima vorm en ontspannen begonnen aan dit seizoen Sven Kramer. En na 6400 meter met 31-4. En daar is de 32 voor Seung-Hoon Lee. Nu heeft hij dit duel volledig onder controle. En doet hij niet wat hij in het verleden wel eens deed. Om op momenten dat het helemaal niet hoeft, zichzelf pijn te doen, het onderste uit de kant te halen, dat hoeft helemaal niet. 6800 meter zijn afgelegd. 8:57.69, 31-4. Lee nu wel weer een 10e sneller, maar kruist achterlangs weer. Lee reed ook al een 10 kilometer in Seoul. Bij het Koreaans kampioenschap dat hij won in 13.34. Fors langzamer dus. Dan die 12.46 waarmee Kramer uithaalde in Heerenveen bij het NK.
Zo'n tijd zit er vandaag niet in. De kamer rijdt ook behoorlijk boven dat schema van het barenkoor van Jorrit Bergsma. Geconsolideerd, geconcentreerd naar de 7600 meter, 30-4. Lee is verslagen. Kramer rijdt alleen nog tegen de klok. Na de 8 kilometer toe. In weer een 30-4. Ja, het verschil met Lee is definitief. Die komt niet meer terug. Kramer op weg naar de 8400 meter. Waar teamgenoot Douwe de Vries 11.00.76 had in de B-divisie. Kramer nu binnen dat schema van zijn teamgenoot door die 30-6. Hij rijdt nu de rondjes 30 aan elkaar. Want winnen is één, maar natuurlijk wil Kramer wel even de snelste tijd van de dag op zijn naam zetten. Nou, dat gaat hij ook doen. En hij is bijna klaar met de missie, want hij is bij de 8800 meter. Hup, weer een dertiger, 30-7. Brengt hem tot 11:30:64. Lee nu pas de kruising op. 100 meter achterstand voor de Koreaan op de 27-jarige Kramer. Die in supervorm al is. En dat moet alleen nog beter worden richting eind december het Olympisch kwalificatietoernooi. En dan het grote doel in februari in Rusland in Sochi. Lee in de 33ers nu. En Kramer stoomt door. Is op weg naar de bel. Op weg naar de 9600 meter. 30-5. Bij het ingaan van die laatste ronde voor Sven Kramer. Die het doel gaat bereiken. Zekerheid over een plek bij de beste vier in het wereldbekerklassement. En een hele nette, degelijke 10 kilometer neerzet. Lee even wat ruimte gaf in het begin. Net niet binnen de 13 minuten gaat eindigen. Maar hier is de 13:02:38 voor Sven Kramer. Waarmee hij ook deze 10 kilometer in Astana wint nadat hij de 5 kilometers in Calgary en Salt Lake al wist te winnen. 13:02:38. Seung-hoon Lee in 13:20:94 wordt vijfde. En zo wint Kramer voor de 28ste keer een wereldbekerwedstrijd over een lange afstand. 5 of 10 kilometer. En dat betekent dat die Rintje Ritsma nu voorbij is. De 30ste wereldbekeroverwinning voor Kramer. Want daar won er ook ooit 2 op de 1500 meter. En rijdt hier uit de beste Nederlander in de wereldbeker ooit als het gaat om overwinningen. 30 wereldbekeroverwinningen heeft hij nu achter zijn naam staan. Individueel Sven Kramer. Die de 10 kilometer dus wint voor Conté. En Patrick Beckert mag naar het podium met de derde plaats. Hij mag de bronzen medaille in ontvangst gaan nemen.
Kramer nu de succesvolste Nederlander in de wereldbekers ooit. Hij heeft net zoveel medailles als Atne Sundral en Igor Zelezowski. Alleen Wotherspoon, Davis, Uwe Jens Mai, Dan Jensen en Hiroyasu Shimizu deden het beter. En Kramer heeft nu de volle buit van 300 punten te pakken. Betekent dat hij 163 punten voorstaat op Alexis Contain. Meer dan genoeg om rustig de wedstrijd op de 5 kilometer in Berlijn te kunnen overslaan. Om te gaan trainen richting het Olympisch kwalificatietoernooi van eind december in Heerenveen. Met de winst van Kramer zit dit wereldbekerweekend in Astana erop. Ik dank u voor het kijken. Volgende week is het wereldbekercircus in Berlijn. Een aantal rijders keert daar terug en een aantal rijders laat juist dat weekend weer aan zich voorbij gaan. Hoe dan ook die wedstrijd zal te volgen zijn via studiosport.nl via deze stream. Ik dank u voor het kijken en graag tot volgende week bij de wereldbekerwedstrijd in Berlijn.